Ik heb het gevoel dat we nog zoveel niet weten over de hersenen. Mijn onderzoek focust zich op het nauwkeurige bestralen van een zeer agressief type hersentumor, het glioblastoom. We bestralen deze tumor eigenlijk altijd met een zeer grote veiligheidsmarge, omdat we de tumor nog niet helemaal kunnen zien op de MRI-beelden die we nu hebben. En dat kan ontzettend veel bijwerkingen met zich meegeven. Mijn onderzoek focust zich erop om nauwkeuriger te bestralen met behulp van kunstmatige intelligentie en geavanceerde MRI. Ik ben Patrick Tang, 27 jaar en ik ben promovendus hier bij de afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde, de afdeling radiotherapie en het hersentumorcentrum binnen het Erasmus MC. Het glioblastoom is een hersentumor dat ontstaat binnen het brein zelf. En wat er gebeurt is eigenlijk dat tumorcellen zich heel snel gaan delen en daarmee gezond hersenweefsel beschadigen, waardoor uiteindelijk een patiënt eraan kan overlijden. Helaas komt het glioblastoom eigenlijk altijd terug. Waar de tumor terugkomt, geeft ons achteraf informatie waar de tumor zat. Een AI-model kan je dus zo trainen met ontzettend veel voorbeelden om te voorspellen waar de tumor terugkomt. Nu hou ik mij met name bezig met het opzetten van mijn onderzoek. Daarmee moet je goed rekening houden met de veiligheid van de patiënten die meedoen met dit onderzoek, maar natuurlijk ook over hoe we omgaan met gevoelige data. Verder hou ik mij bezig met het verdiepen in het onderwerp, waarbij ik veel literatuur lees, maar daarnaast ook met research meetings, met andere onderzoekers leer over hersentumoren in het algemeen, radiotherapie en ook de MRI-scans. Mijn onderzoek, Hitting the Mark, is geslaagd als we een eerste stap hebben gezet richting gepersonaliseerde radiotherapie voor glioblastomen, waarbij we alleen bestralen dat wat bestraald moet worden en niet meer en niet minder.